Tongstra. Rieden aan de rechterkant. Verhoek. En daar is Boulikin. Hoe mooi kun je debuteren? Ha! Verhoek buitenom. Handig. Voorzet is goed. Boulikin. Prachtig. En weer Verhoek. Tongstra. En 2-2. Boulikin. Nou, en dan de Ooievaar. Want dat had hij beloofd. Ja, dat doet hij ook. Ja, dat seizoen is, ik denk, iets wat je nooit vergeet. Nu wegdraaiend. Maar ook heel gevaarlijk. De Rijk moet het doen. Doet hij het? Ja! Ik denk dat als je over 10 of 20 jaar nog de mensen tegenkomt van die ploeg, dat we allemaal hetzelfde gevoel hebben dat in dat jaar eigenlijk alles klopte. En uit de rug van La Chambre Vroeg voor de doel Kubik. Komt die bal daar nou en of die daar komt, er staat 1-0. Als ik nu nog elke dag mensen spreek, zijn ze al prachtig was het, hè. Weet je, mensen krijgen gewoon een glimlach. Ah, oh, wat was het mooi, hè? En wat was het gezellig. Bizar, maar zo mooi. De aanloop van Matas. En de lat. En het is gedaan. ADO gaat Europa in. En wint deze strafschoppenserie in de Euro. We make this fantastic season for everybody. For football players, for coaches, for supporters, for the city. And of course for the club. Het seizoen 2010-2011 was een ongekend succesjaar voor ADO Den Haag. Voor het eerst sinds ruim 25 jaar werd via de play-offs Europees voetbal afgedwongen. Een van de hoofdrolspelers was rechtsbuiten Wesley Verhoek. Kind van de stad en van de club. We zijn hier in het oude Zuiderpark. En hier ben ik begonnen als 8-jarig jongetje. Begonnen bij ADO. Wat was het toen? Dat was het Zuiderparkstadion. En daarachter het jeugdcomplex waar je nog een heel klein stukje van hebt. Dat staat er nog, een clubgebouw. Ja, ik begon hier als 8-jarig. Ik maakte mijn debuut om 17 of 18e. En je hebt dan nog een paar jaar in het Zuiderpark gespeeld. Toen gingen we naar het Vorenpark, Kyocera-stadion. Dus ja, dat is wel raar dat dat weg is. Maar wel mooie herinneringen. Deze historische plek, waar nu gebouwd wordt aan Sportcampus Zuiderpark, speelde in het seizoen 2010-2011 nog een belangrijke rol voor de selectie van ADO Den Haag. We trainen hier volgens mij tijdelijk. Ja, we trainen hier. Ja. We waren hier elke dag. Er was nog maar één tribune over, de hoofdtribune, de zuidtribune. En ja, we trainen hier elke dag. Het had wel zijn charmes. Het was gewoon één grote, om op het Haag te zeggen, één grote tering, sorry. Maar ja, het was wel allemaal onbevangen. En ja, we hadden het heel erg naar ons zin. En we trainen op een goed veld, want het hoofdveld was altijd goed eigenlijk. En ja, we werden van alle gemakken voorzien. We hadden een redelijk goede gym. En ja, de oude businessclub was gewoon onze eetzaal. Waar een tafeltennis stond, een dartbord en een pooltafel. Dus ja, we hadden eigenlijk alles bij de hand. En ik denk dat we dat ook wel nodig hadden. Een jaar eerder was ADO met grote moeite ontsnapt aan degradatie. Trainer Raymond Nattenveld vertrok tijdens het seizoen en werd tijdelijk opgevolgd door Maurice Stijn, die de ploeg in de Eredivisie wist te houden. En toen kwam daar John van den Brom, een beginnende coach die succesvol was geweest bij AGOVV. Ja, ik stond gelijk te springen. Want je bent op zoek naar iets wat je graag doet. En dat is op dat moment trainen bij AGOVV. Succesvol, ja, ook omdat je daar met minimale middelen, met veel jeugdige talenten, toch iets neergezet hebt. En dan ben je op zoek naar het moment dat je dat kan tonen in de Eredivisie. Ja, ik denk dat de komst van Sean op dat moment was iets wat de club nodig had, wat ook de spelersgroep nodig had. Zij hadden toch moeite met de aanpak van Raymond. Alhoewel ik Raymond als veldtrainer absoluut de beste trainer vind waar ik mee gewerkt heb. Ik heb ook nog steeds contact met hem. Maar ik denk dat Sean op dat moment de missing link was voor een hele hoop spelers. Ja, ik kon de man ook nog niet. En ja, eigenlijk van minuut 1 was er een klik. En eerlijk, op dat moment maakt het echt geen ene reet uit welke club dan belt. En ADO belde gelukkig. Het was een verademing dat die man binnenkwam. Ja, dat was volgens ons. Het beste wat dat er kon gebeuren voor de groep om zo'n trainer op dat moment te krijgen. Een man die midden in de groep stond en die van een dolletje hield en die meeging eigenlijk.
in het gevoel van de groep. Hij zat wel gelijk van dag 1 had hij een bepaald statement. Door er echt een team van te maken. Dus hij had wel een hele duidelijke visie. En dat we uit moesten gaan voor voetbal en niet alleen maar van strijdvoetbal en lange ballen. Verhoek. Goeie kaats. En hij is vreselijk snel. Verhoek en voorin kiezen ze nu positie. Drie man. Immers. Geweldige goal. Eerste paal. En ADO staat binnen het kwartier met 1-0 voor. De eerste wedstrijd tegen Vitesse begint nog goed. Maar uiteindelijk verliest ADO in Arnhem met 3-1. Onder meer door 2 penalties van Lasse Nielsson. In de tweede wedstrijd, thuis tegen Roda, is het hetzelfde verhaal. ADO komt weer op voorsprong door een goal van de nieuwe Slovaakse linksbuiten František Kubik op aangeven van Verhoek. Maar ook nu gaat het mis in de tweede helft. Skobu, prachtig gespeeld. De Loge komt voor zijn man uit. De Loge maakt 1-2. Wat gaan we hier deze middag allemaal meemaken? Afstand is aanzienlijk. Oh, over de goal! Vitesse uit en op een gegeven moment Roda thuis. Dat was wel een wedstrijd van ja, die had je wel. Het was wel belangrijk om te winnen, om een goede start te hebben. En dan ging het natuurlijk wel een beetje morren. Zo morren, ja, dat is altijd hier in Den Haag. Als je na 10 minuten achter staat, dan volgende week dan is het dan paniek. Dus ja, dat was misschien de enige periode, dus het seizoen, dat je wel zoiets had van oké, nu moeten punten gaan pakken. Intussen loopt er in Den Haag een nieuwe Russische spits rond. Die zijn in het slop geraakte carrière een nieuwe impuls hoop te geven. Dimitri Bulikin. 30 jaar oud en geboren in Moskou, wordt voor een jaar gehuurd van het Brusselse Anderlecht. Ja, I was in Anderlecht and it was coach who didn't want to see me in the team. I don't know why. Ik was samen met Van der Kalle naar Anderlecht gereden, naar de manager van Olsbeek. But anyway, I start finding the team where I can play for rent. En uiteindelijk kregen we het met z'n tweeën voor elkaar daar om Bulikin naar ADO te krijgen voor een jaar. Voor relatief weinig geld ten opzichte van wat hij verdiende daar. En er had ook in ieder geval een grote sterke spits binnen die ongelooflijk veel uitstraling had. Maar die ook niet fit was. In het begin, dan ben ik gewoon heel eerlijk. In het begin had ik er niet zo'n hoge hoed van op. Hij speelde een oefenwedstrijd mee tegen Telstar, volgens mij, meen ik. Op het laakkwartierterrein in de voorbereiding. Ja. Ja, of hij nou toen die aankwam fit was of niet. Ik dacht bij mijn eigen wel gelijk van, ja, je hebt niet voor niks 3 doelpunten gemaakt op een EK met Rusland. Dus ja, die jongen kan voetballen. Maar we twijfelden wel. In die oefenwedstrijd had hij niet. Ja, de indruk gelaten die wij graag zochten als trainers, zeg maar, en als club. They say no, we don't need you because you are not striker who we are looking for. En la la la. En hij oogde een beetje log en toen zei ik van ja, maar je bent niet fit. En... You are a little bit fat. I say, where am I fat? Toen deed hij echt zijn shirt zo omhoog. Oh, sla me maar, weet je wel. Where I'm fat and show my muscles and everything. Ja, dat was één brok spier, zeg maar. Dus ja, dat was wel een mooi moment. Dan was hij toch een beetje in zijn eer aangetast van ik ben te zwaar of ik heb te veel vetpercentage. Hier, kijk maar. I am good, I am in good shape. Don't look at me like I am. Look at me on the field, give me 2 weeks and I will be in good shape. Ik denk als inderdaad toen dat lichaam niet zo was geweest, dat we misschien al hadden gezegd van nou, het was leuk die 3 of 4 dagen, maar we stoppen ermee. So it was nice story and it was like this, but after I showed to everybody what I have muscles, not fat. Dimitri Bulikin, 15 interlands voor Bulikin, in totaal 7 treffers. Hij heeft een stapje terug gedaan, sportief, maar ook financieel. En dat is een goed teken. Dan wil je wat laten zien. Toornstra, hier aan de rechterkant, Verhoek. En daar is Bulikin. Hoe mooi kun je debuteren? Ha! Daar waar VVV al had moeten scoren, doet Dimitri Bulikin dat. Natuurlijk, als je een nieuwe spits haalt, die eerste keer in de basis zet en na 2 minuten die bal binnen tikt op een voorzet van Wesley. Ja. Dan is dat een lekker gevoel voor de spits, voor het team, maar zeker ook voor de trainer natuurlijk. De hoekschop komt van Verhoek. Bal draait er scherp in. En die bal is binnen. Ha! En hij is weer het middelpunt der feestvreugde. Bulikin. Unbelievable. In first match you scored
two goals. And to show from the beginning, you show to everybody you are a good striker and you are ready to score, just give me. Uiteindelijk is het een proces waaraan je met z'n allen bezig bent vanaf de eerste dag. En dan is het wachten tot je een keer succesvol wordt. Nou, dat was bij VVV uit. Toen ging het balletje wel de goede kant op, toen viel die wel goed. En ik denk dat we vanaf dat moment, vertrokken waren om succesvol te zijn. ADO wint met 3-2 in Venlo en de nieuwe spits heeft indruk gemaakt. Dat doen op dat moment ook andere Haagse sterren op de televisie. En het elftal van John van den Brom, dat krijgt steeds meer vorm. Most important things, it was a nice team in that period. Because everybody want to play like a team, not individual. Er waren twee keepers, hè? Er waren, Robert? Robert Swinkels en Gino. Het was mijn eerste seizoen dat ik ook echt eerste doelman was bij ADO. Ja, dan is het zaak om Swinky zeg maar, achter de hand te houden. Dat het moet en ja, dat was ook zo. Het was een prof puur zang en als het moest dan stond hij er dus. Je proeft wel gewoon van ja, dit is mijn kans en nu ga je het gewoon laten zien. En ja, je weet als keeper heb je altijd gewoon een aantal wedstrijden nodig om lekker in je ritme te komen. En, ja, dat had ik uiteindelijk ook wel nodig, maar het was gewoon wel belangrijk dat je in ieder geval de eerste paar wedstrijden in ieder geval een betrouwbare indruk achterlaat. En uiteindelijk de punten pakken, die ga je in de loop van het seizoen dan wel doen. Nou had je rechtsback, had je Ami. Timothy defender, Koem defender. Ja, geweldig centraal duo. Ik denk op dat moment misschien wel de beste van de Eredivisie. Hadden we links Mitchell Piquet. Echt een hele speciale jongen. In die zin dat sommige jongens misschien dachten van, is hij wel serieus te nemen? Wij elke ochtend waren we aan tafeltennissen. En dan kwam die Piquet en die schilderde dan uit de oude business lounge. Schilderde die jongens, gaven met z'n allen klappen. Ik denk, nou ja, is goed. Ik denk, ga meedoen. Wij gingen met z'n allen klappen. Hij zegt, ja, maar net zoals net bij hoogspringen. Olympische Spelen. Dus wij en opbouwen en hij komt aanrennen. En hij maakt ineens een jump op zijn rug zo. En hij springt zo over die tafel, over dat netje. Bam, springt hij met een bolle lichaam. Op die tafel. En ik zie zo tafeltennis dit maken. Hup, er komt zo'n hoek in. Breek gewoon die tafeltennis tafel in tweeën. Nee, ik denk met Mitchell, wat de fuck doe je? Nee, ja, zo, dat van Mitchell Piquet zelfs hoog springen, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is fantastisch, echt niet normaal. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, op een moment dacht ik bij mezelf, nou, ik kon er niet echt om lachen. Op dat moment dacht ik bij mezelf, ja, maar Mitchell, wat doe je nou? Jij sloopt gewoon onze tafeltennis waar wij elke ochtend lol aan hebben. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja, dan kan ik nu gewoon nog huilen van het lachen. Middenveld, Rado. Alex Radlejevovic. Radosavljevic. Een hele rustige jongen die ook in Rusland heeft gespeeld. En daarmee ook goed kon opschieten met Bulikin. We play national teams. We understand how football is going. We spoke always with the coach, John van den Brom. And we try to find the good model of our team. Ja, hij bracht de rust op het middenveld wat we nodig hadden, omdat daarvoor het lopend geweld stond eigenlijk bij ons met Lex en met Jens. Jens en ik waren eigenlijk aan het pendelen constant en ja, dat was zo moeilijk te bespelen voor het tegenstander. Links Kubik, rechts Wesley en in de spits Bulikin. The best teams gives results when they have a good balance between experienced player and the young players. Met dat elftal dachten we ook gewoon het seizoen te brengen wat dat we de jaren ervoor gebracht hadden. En op een gegeven moment kwam het besef bij iedereen van, we hebben toch iets speciaals in de groep. De eerste grote test komt in de vierde wedstrijd van het seizoen. Als koploper PSV op bezoek komt. Afalai. Nou, die mag gaan schieten. Hij wil hem voor zijn linker. En als die bal dan van richting verandert, is het zomaar 1-0 voor PSV. Verhoek. Van links nu dus. Daarachter is Toornstra. En daar is de goal. Ja, uit het niets komt hij niet van de Rijk. Het is gelijk. Ja, natuurlijk ben je heel blij omdat het blijft PSV. Sindsdien komt het ook een beetje het gevoel van, we moeten eigenlijk voor niemand bang zijn. Tuurlijk zijn er soms wedstrijden dat we minder spelen. Maar we krijgen altijd wel kansen. PSV komt in de tweede helft opnieuw op voorsprong. Als een kopbal van Maza Rodriguez via het hoofd van Lex Immers achter Coutinho verdwijnt. Maar ADO knokt terug. Radoslav Savljevic.
Toornstra, Bujikin, de kans. Kubik moet scoren. Waarom doe je het niet? Hij doet het wel. 2-2. De man die eigenlijk de hele wedstrijd nog niets goed heeft kunnen doen, komt in kansrijke positie en maakt geen fout. Ja, spektakel ook. Mooie wedstrijd, vol huis. En daarin lieten we al zien dat we ons konden meten met de topploegen van Nederland op dat moment. Dus dat was een van de eerste momenten waarop spelers zoals Verhoek, Toornstra, Immers, De Rijk, Kum lieten zien hoe ver ze waren. In de wedstrijden die volgen gaat ADO steeds beter draaien en worden er ook steeds meer punten gepakt. Eén man eist daarbij de absolute hoofdrol voor zich op. Zijn naam? Dimitri Bulikin. Hoekschop, eerste voor ADO. Strak, Waterman maar half en dan is daar de kans en het doelpunt. Bulikin, ADO voorsprong. I want to prove for myself, for ADO, for Anderlecht, for everybody. Livramento, oh, die laat zich aftroeven door Bulikin en dan is het helemaal gebeurd. Toen op een gegeven moment begon hij echt te draaien en te scoren. En ja, toen merkte je wel van, dat hij echt heel veel kwaliteit had. Ja, hij was de, ja, een beetje de held van ADO dat seizoen. Ami. Verhoek buitenom, handig. Voorzet is goed. Bulikin, prachtig! En weer Verhoek die geknuffeld mag worden. En weer Bulikin die hem af mag maken. Sometimes if you see, you cannot control your cross. But Wesley has a nice crosses. If I say I need a cross on my head or I need cross on my right leg, maybe 5 from the 7 crosses was directly in this place what I asked him. Trap is goed en daar is hij. Daar is nummer 3. En het is een duo dat elkaar wel weer uitermate prettig kan knuffelen. I need to say thank you to him because he gave a perfect passes to me. Het gaat ook vanzelf hoor. Weet je denkt niet meer na. En, kijk, als het minder gaat, ga je nadenken. En dan ja, nadenkende voetballers, ja, dat zijn er zat, dat wordt er dan niet. En dan, toen ging het gewoon vanzelf. Of course, I play by head is very good. And Wesley knows this. And for me, if you deliver the ball 1 meter around me. Of course, I will fight for this ball and it's a big percent what I shoot in the goal. Bulikin, het is 1-1. Hoe simpel, hoe simpel. Dat heeft hij toch al vaker gedaan, hoor, dit seizoen. En kijk eens hoe vrij. Hoe is het toch mogelijk? Over de muur en onderkant lat. Is hij erin? Nee. Alsnog, ja, Bulikin weer. Overberg krijgt hem niet weg. Kom. Bulikin, het is een hectisch moment, maar hij zit er wel in. En Bulikin maakt de 2-1 voor ADO Den Haag. Ja, hij was de Russische, hoe noem je dat? De Russische tsaar of zo was hij. Dat was geweldig. Ja, was ook een mooie gozer. You was like famous in the city and you was like not the king of the city, of course, but you. Hij dacht af en toe zelf dat hij Poetin was, maar. Het was wel een mooie gozer. Everybody say hello, you are good. So it was nice city. Zijn bekende uitspraak was maybe yes, maybe no. Dat was zijn uitspraak. Als je vroeg van, ja, zullen we afwerken, zei hij het. Maybe yes, maybe no. Als je vroeg, ben je 100% fit, zei hij het. Maybe yes, maybe no. Good morning, Dimi. Train today? Maybe yes, maybe no. Ja, het was wel in zijn eigen beleving was Del gewoon een baas. Weet je, hij deed gewoon, weet je, wilde hij trainen, ging hij trainen, wilde hij niet trainen, trainde hij niet. Want toen zei hij, ja, trainer, ik heb wat last. Hij heeft zo'n pijn. Maar ja, elke zaterdag of zondag stond hij er wel. En dan liet je hem wel op maandag en op dinsdag iets rustiger aandoen. En ja, op woensdag, donderdag begon hij weer een beetje, hè, om op zaterdag of op zondag weer, ja, de doelpunten te maken. En dat hadden wij op dat moment nodig. En ik denk het, volgens mij heeft niemand hem dat ook kwalijk ooit genomen. Kijk, als iemand heel de dag zo praat en hij raakt geen pepernoot of hij scoort niet, dan denk je van, ja, rot nou maar op. Maar ja, elke wedstrijd liet hij het weer zien. En dan vond je dat prachtig en dan ga je er op een andere manier mee om. Dimitri Bulikin, hij groeit uit tot het boegbeeld van het Haagse elftal. Maar uit tegen FC Twente gaat het mis. Hoewel de Rus wel scoort uiteraard. I tried to shoot. I was
2 seconds before I was the injury. But anyway, I tried to shoot and I scored the goal. And it was first time in my life when I'm injured and I cannot celebrate my goal. Bulekin loopt een hamstringblessure op die hem enkele weken aan de kant houdt. De medische staf van ADO gaat met de Rus aan de slag, maar dat is nog niet zo makkelijk. Hij was wel aan status gewend, want ik weet dat hij bij Twente uit maakte hij een doelpunt vlak voor rust, raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring. Tjöla Ling was in die tijd ook veel op ADO, omdat Kubik, een van zijn spelers, bij ons speelde. En die zei van, je moet echt naar Dick van der Toren gaan in Rotterdam. Doe dat nou, dat is de koning van de hamstringblessures. Nou, ja, jullie kennen hem misschien van Arjen Robben. En John van der Brom zei tegen mij, neem hem maar een keer mee. Kan nooit kwaad, weet je, doe maar. Dus in de auto gestapt, naar Rotterdam gereden. Komen we bij een huisje, een woonhuis. De hond liep los door het huis. Dat vond Dimitri al helemaal niet prettig. Dick van der Toren is een oudere man met een huis. Hij is overleden natuurlijk, maar een oudere man met oude spulletjes in zijn huis. Zijn huis ruikt ook naar zoals een huis van een oude iemand kan ruiken. Dus Dimitri had bij voorbaat al zoiets van, waar sleep je me nou weer heen, weet je. En Dick van der Toren is iemand die hij behandelt vanuit zijn filosofie. Dus niet een overlegsituatie, niet, hij behandelt zoals hij denkt dat goed voor je is. Ja, dat is natuurlijk bij Dimitri zo tegen het verkeerde been. Dus Dimitri lag op de bank. Dick van der Toren tilt zijn been op. Dimitri, wat is hij doing? Wat is hij doing? En Dick van der Toren, moppert hij altijd zo? Moppert hij altijd zo? Nou, er ging 10 minuten over en weer. Geklaag van Dimitri. Geklaag van Dick van der Toren. En na 10 minuten zei Dick van der Toren, ga mijn huis uit. Ga maar weg. Het werkt niet. In de auto gestapt, nou, 20 minuten lang in het Russisch, denk ik, zijn zaakwaarnemers en zijn relaties gebeld van waar ADO hem nou weer heen gestuurd heeft. Het is echt een schande, dat kan niet. Gelukkig sloeg de behandeling bij ons aan, was hij binnen een week weer fit. Ik geloof dat Ajax kwam heel snel daarna, toen zat hij nog op de bank, denk ik, ja. En hij was gelukkig heel snel weer fit, dus dan valt het allemaal de goede kant op. Maar dat was wel, zeg maar, hoe Dimitri daarin zat. Hij kreeg wel die statusrol natuurlijk. Weet je, ja, als hij geblesseerd was, dan hadden we geen probleem, maar het was wel iemand die we niet konden missen. En dan was het van, joh, Dimitri, je voelt je niet zo lekker, ga jij maar lekker naar Rusland toe. En dan ging hij 4 dagen naar Rusland. Ja, dan was het eigenlijk iedereen vragen van, ja, zijn jullie het ermee eens? Nou ja, niemand hoorde je erover, want ja, het weekend daarop legde hij er weer 2 in. En hij kwam ook nog eens de laatste keer uit Rusland terug en zette een ongelofelijke grote fles wodka van wel 3 liter, denk ik, voor onze neus. En zei van, nou, geef me 2 weken en ik ben weer fit. En dan zei hij van, no training for me today. En dat was dat, denk ik, van de 300 trainingen in het jaar was dat 50% van de trainingen was dat zo. En dat was ook de kracht van John om op dat moment heel goed met hem om te gaan. Ik denk dat weinig andere trainers het met hem hadden uitgehouden. Kijk, op het moment dat je krijgt van, hey, Bulekin staat hier en de rest staat daar en hij voelt zich nog eigenlijk hoger dan de rest, dan heb je een probleem. Maar hij was daar, maar hij wist heus wel waarom hij daar stond, door de rest. Dus dat verschil was helemaal niet zo groot. It was a nice period, nice friendship between the teammates. And I think atmosphere in the club, in between the coaches and players in the club was perfect. Die goede sfeer in de ploeg is voor een groot deel toe te schrijven aan de prestaties van de spelers en de technische staf. Maar er zijn meer mensen die belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld Taki. Ik heet André, maar ja, sinds de jaren 80 noemen ze mij al Taki. Taki. Taki is André van S. En dat was naar een keeper uit Italië. En die had hetzelfde zwarte haar en lange mat, veel haar en een snor. En die speelde bij Juventus en het nationale elftal en die heette Taconi. Dus ja, Taconi, Taco, Taki, dus vandaar dat het Taki is geworden. Ja, had ik heel lang zwart haar, echt een Haags matje, zeg maar, dat was toen in, matjes. En André van S is een van de mooiste mensen die ik ken in de voetballerij en zeker bij ADO, omdat dat was de clubman. Taki was de materiaalman die samen met Robbie met z'n tweetjes zorgde dat alles
rondom de club geregeld was. Dus de shirts, het eten, het drinken. Ja, dat was net Peppy Kokkie. Als die niet scholde die dag, dan waren ze ziek. Dus die gingen tegen iedereen tekeer. Ja, hoe meer je samen dingen mee ging maken, des te closer werd je natuurlijk. Dan kwamen we bij Taki en dan regende, dat was niet normaal. En ze zei, Taki, heb je even een regenjasje? Er vielen twee druppels. En dan kwamen ze altijd een regenjack halen of een trainingsjack. En dan hadden ze 2 keer 5 meter gelopen en dan vonden ze het warm. En dan lag de hele zooi altijd langs de kant. Yo, pleur op man, ga lekker lopen, weet je, dat soort dingen. En zo ging het heel de dag. En dan kon je altijd, als je niet oplette, kon je voor niks wassen, want dat was niet gebruikt. En zo hadden we toen ook nog een fantastische man, Govert de Kramer, de verzorger. Ja, dat was ook zo'n fantastische fan. Weet je, dan kwam hij van, Govert, kun je me even losgooien, een beetje masseren? Yo, pleur maar op, ga maar eerst 3 kwartier fietsen. Als je dan nog last hebt, dan kan ik er even naar kijken. Weet je, ja, dat zijn mooie momenten. Ja, en van die mensen hield ik al, hoor. Dat waren echte mensen. Het elftal van Van den Brom draait beter en beter. En eind oktober moet ook FC Utrecht eraan geloven. Van den Berg, controle. Dat is een lekker balletje. Immers, het is 1-0 en het is een hele mooie goal van ADO Den Haag. Immers maakt de enige en dus winnende goal. En mag als man van de wedstrijd de champagne ontkurken. Een prima opwarmer voor het duel dat komen gaat. Een week later gaat ADO op bezoek bij Ajax in de Amsterdam Arena. We schrijven 7 november 2010. We hadden het gevoel van, ja, we gaan hier iets halen. Dat is ook leuk van zo'n proces. Dat je op een gegeven moment ook meer de Haagse bluff krijgt. De brani van, hey, het maakt ons niet uit waar we spelen. Wij spelen gewoon ons eigen spel. Iedereen weet hoe mensen in Den Haag kijken naar mensen. Die daar 50 kilometer verderop voetbal spelen. Ik denk dat de Hagenaar, of de Hagenees, sowieso er niet tegen kan dat ze daar in Amsterdam met hun neus in de lucht lopen en dat ze denken dat ze de beste zijn. En, ja, die jongens hadden Suarez lopen, Vertongen, allemaal grote jongens. Ja, eigenlijk over heel de wedstrijd zien voeden we al, hier zijn we niet kansloos. Weet je? We kunnen hier gaan winnen en we weten dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Verhoek maakt het Vertongen erg lastig. En verovert goed de bal. En als ADO dit goed uitspeelt, staat het voor. Van den Berg naar zijn linker. Stekelenburg met een belangrijke redding. Ik kan me niet voorstellen dat wij op het moment dat we naar Ajax gingen, dat we met poep in de broek daarheen gingen. Van nou, dan gaan we afwachten en hopen op. Ja, je houdt een 0 in de arena. Je had een paar belangrijke ballen die je pakte. Ja, dat is wel een wedstrijd natuurlijk die me bijblijft. Nog eens de Zeeuw. En nu El Hamdaoui. Dat is de beste kans voor Ajax. 10 minuten voor rust. Hoyer. Nou, Radosavljevic doorzag de paas van Hoyer op El Hamdaoui. Verhoek. Even wachten op steun. Maar die komt eraan. Kubiek. Toornstra. Mickey van den Berg. Zo laat ADO daar even een mooi positiespel zien. Is hier linksback Piqué. Komt Van den Berg vrij. Gunt hij de kans aan Verhoek. En is het raak voor ADO, omdat Stekelenburg er ook niet aankomt. Wesley Verhoek zet ADO Den Haag vlak voor rust op voorsprong. Ja, eerst dacht ik van nee, hij zit erin. En toen daarna, we vierden het met de bank. Want, ja, we waren een team en vierden alles met elkaar. Nou ja, ik was ook door het dolle heen. Ik deed mijn shirt uit na de wedstrijd. Ja, dan loop je met zo'n ooievaar op je rug, loop je in de Amsterdam Arena. Ja, dat geeft een kick. Die 1-0 overwinning is natuurlijk, voor je gevoel, die nemen ze je nooit meer af. Stijve piemel, dat werk is het. Ja, en dan denk je van, achteraf relativeer je een beetje van, ja jongens, het is wel maar 1 wedstrijd, hè. Je hebt niet de Champions League gewonnen. Maar ja, het is wel mooi, gewoon voor de club Den Haag en voor jezelf. En het is toch een stukje geschiedenis. Ik moet ook een groot compliment geven aan mijn vriend Van den Berg. Die heb in een moeilijk schuitje gezeten. Maar als je ziet hoe hij vandaag loopt te buffelen en mij de assist geeft, dan is dat genieten. En dat kenmerkt ADO dit jaar, dat we echt een team zijn. Ja, zelfs de reserves waren tevreden. En niet tevreden met hun rol, maar ze accepteerden de rol. En als ze in het veld kwamen, dan hadden ze ook vaak een beslissende rol. En zo durf ik te zeggen dat iedereen in dat jaar zijn aandeel had in het succes van ADO. Ook die jongens die wat minder speelden. Ook die jongens die toen gepasseerd waren. Dit doelpunt van Wesley Verhoek
bezorgt ADO de eerste overwinning in Amsterdam sinds 27 augustus 1986. Ja, en dan stappen we de bus in en dan hoor je dat de snelweg is afgezet. Wij dachten, dit klopt niet, er moet iets gebeurd zijn. En dat is iets wat ik nog nooit mee had gemaakt, maar volgens mij niemand in die groep. En ook John stond toen met zijn ogen en oren te klapperen. Man, ik weet nog die terugleg toen wij vanuit Amsterdam naar ADO gingen. Jemine zeg. Halverwege de snelweg werden we al bestormd door fans die over de snelweg wandelden. Die gewoon huilend langs de weg staan dat je van Ajax hebt gewonnen in de arena. Dat was zo gaaf. Dan merk je pas echt wat voor impact dat op die mensen heeft. Mensen die in de bus kwamen, totale gekte. En waar je hier naar het stadion toe gaat, waar je gewoon 3 kwartier over doet, omdat het helemaal vol staat met mensen. De bus werd opengemaakt, ze zaten in de tassenluik in de bus. Er komt op een gegeven moment een jongen de bus in met zijn telefoon. Nee joh, gek, ik sta in de bus. Bij ADO. Meen je niet? Ja, bij ADO. Wat nou niet? Hier heb je Van de Brom. Zeg eens wat. Met John. Ja, we hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dan zie je ook wat het... Hè, waar je net die sentimenten die dan meespelen. Hoe diep dat zit. Ja, dat maak je nooit meer mee. Al win je 10-0 bij Ajax. Deze keer, weet je, het was zo'n ontlading. Frustraties van jarenlang. En nu kwam het er allemaal positief uit. Nou, die wedstrijd van Ajax, toen was het geloof ik zo dat... Van der Kalle had een microfoon in zijn handen en Wesley zei van ja, je moet gewoon iedereen een iPad beloven of zoiets. Dus met de iPads, de legendarische iPads. Hij was natuurlijk ook helemaal in de feest weer. Dus hij riep op een gegeven moment, ja, iedereen van de selectie en de staf krijgt een iPad. Dus wij, hey, oké. Dat was de iPad min 1. Die bestaat niet meer. Nou, later was hij waarschijnlijk nuchter en dacht hij, oh shit, ik moet iedereen een iPad geven. Maar uiteindelijk is de clubleiding goed voor ons geweest. ADO Den Haag is echt een team. Dat blijkt onder andere tegen NAC. Kubik kiest voor Verhoek. Dat is meestal niet onverstandig. Die kiest voor Boelikin. Dat is ook wel slim. Oh, wat een prachtig doelpunt. Dit is echt fenomenaal gevoetbald door ADO Den Haag. Radoslavljevic scoort. We waren echt vrienden van elkaar. We wilden voor elkaar werken. We wilden voor elkaar door het vuur gaan. Most of all, we understand each other like eyes in eyes. I don't know how to explain to you. I can understand what you're thinking on your movements. En het was on the field en het was out of the field. Ja, als ik hoorde wat die jongens allemaal daarnaast ook met elkaar deden, dan weet je gewoon als trainer dat het goed zit. If you drink together after the game or go to the dinner after the game, you start to feel like teammates. En dan dacht hij altijd dat die tenten van hem waren. Dat vond ik wel mooi. Als ze wat gingen drinken, Dimitri betaalt. No, I pay. Ik was I'm a millionaire, ja. En dan kwamen de flesjes champagne weer tevoorschijn. Nou, dan moest er weer een bonnetje afgerekend worden. Pst, iedereen wegduwen. Oh, IP, I'm a millionaire. Ja, die gasten waren gek. In de goede zin. Ik heb me echt rot gelachen en een hele hoop mooie dingen meegemaakt. En ook dingen, als ik het bijvoorbeeld bij een andere club of van andere mensen vertel, dan kijken ze me aan van ja, maar dat is toch niet grappig. Ja, ze gingen elkaar, weet je wel, dan gingen ze bellen en deed Wesley net alsof hij een verslaggever van de Telegraaf was. Ja. Wesley kon dat heel goed nadoen en dan hoorden ze Lex. Die dacht dat hij geïnterviewd werd door de Telegraaf. Nou, Weet je, dan zei ik dat hij op de stembijlijst stond van Nederlands Elftal. En dan ging hij nou wel zo in. Je moet dat voorstellen als hij aan die telefoon zit met de hele groep erbij. En Lex heel serieus antwoord geeft. Ja. En dan kwam hij erachter. Toen zei hij, ja, ik speel het gewoon mee, hoor, Wes. Ik speel het mee. Nee, ik ben er uiteindelijk niet ingetrapt, want ik wist dat het iemand was. Ja, dat was mooi. Ja, ik zeg al, we hebben zoveel plezier en humor gehad in dat jaar. We hadden natuurlijk ons eigen liedje op een gegeven moment, hè, met die John Medley. Die dacht dat die Haagse René Vroeger was, die John Medley. En die had natuurlijk een prachtig nummer voor ons gegeven. Bank en Hollo, hey! La 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 la. Na, 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 na. Dat nummer, dat werd geschreven en was op het succes van ADO. Nou, dat werd elke wedstrijd in de bus werd dat gedraaid. En ja, dat was echt zo. Als we het stadion naderden, hup, dan ging dat ding erin. Voor ADO zijn, dat zit nog in je bloed. Voor eeuwig in je hart, dat voelt zo goed. ADO is de naam, groen en geel, dat komt eraan. Als het moet, doen we het goed, doen we het goed. Ja, het is zo'n liedje dat echt blijft hangen. En dan was het zo, echt bij PSV uit. Hadden ze die CD, of die DVD weer opgezet, of die CD.
En dan liepen ze Polonaise in de bus op die muziek en keihard mee te zingen. Ja, de hele bus die werd helemaal gek. We waren in de straten in Eindhoven, denk 100 meter van het stadion. Mensen stonden naar zo'n bus te kijken dat ze dachten van wat is dit? En wij kwamen eigenlijk in een Polonaise, liepen wij door de bus heen en wij zagen al mensen kijken van buiten, wat is dit nou? Ja, iedereen zoiets, wat komt daar voor een amateurploeg aanzetten, weet je. Nee. Ze waren ook af en toe al een beetje, weet je, ja, jongens die op schoolreis gingen. En gingen ze echt de Polonaise, gingen ze die bus uit, zo naar de kleedkamer. Ja, die PSV'ers die wisten niet wat ze zagen. Zoals ik nu bij Feyenoord speel en je komt zo bij een wedstrijd aan, dat kan niet. Bij een topclub, dat kan niet. Dat is uit den boze. Dat zal je ook niet verzinnen. En zo kwamen wij aan bij PSV uit. Piqué, attent. En Vicento met Boulikin voorin, met Verhoek voorin. En deze bal is bijna perfect. Daar kan Boulikin niet bij. En dan gaat Verhoek, die gaat hetzelfde doen wat hij ook al deed in Amsterdam. En die verzorgt in de extra speeltijd. ADO, de winnende en 3 punten en een unicum. Spelen goed, het met veel vertrouwen. Ja, ze zijn een waardig kampioen. Ja, ze doen het goed. Ja, dan winnen we daar met 1-0. Door een verschrikkelijke aanname van hem. Die ik dan nog vanuit een verre hoek erin schiet. En toen gingen we ook weer in Polonaise de bus in. Ja, dat soort dingen. Dat is gewoon legendarisch. Kijk, ja, als je daar 6-0 klop krijgt, dan... Dan zeg je de volgende keer van laten we even normaal doen. Maar toen viel dat goed. Dat was echt uniek tegen humor. Kampioenen! Dat is gewoon echt gebeurd. Ja, ik kan het zelf ook niet geloven, maar het is toch echt wel. Ja, dit is Goodfellas. Boele de Butcher. De fans van ADO Den Haag steunen hun ploeg altijd en overal. Onder meer met geweldige spandoeken. Het Goodfellas spandoek is legendarisch en werd gemaakt met grootse toewijding. Ja, daar zit wel wat tijd en werk in, ja. Elk portret wordt overgetekend op een soort van sheet. Die sheet wordt dan weer geprojecteerd. Die projectie trek je over. Dan ga je met spuitbus aan de gang. Dus per portret zit je misschien aan 2 dagen. Volgens mij zijn we er 3 maanden mee bezig geweest. De wedstrijd was Feyenoord. Feyenoord thuis. Ja, kippenvel. Ja, het was kicken natuurlijk. En alles bleef heel. En hij hing er mooi bij ook. Ja, en dan weet je, spelers komen het veld op, spelers zie je kijken. En, ja, dan weet je gewoon dat je bezig bent met iets moois. Supporters was so good. They give to everybody nicknames. They support everybody. Feyenoord lijkt in de eerste helft op weg naar een eenvoudige overwinning in Den Haag. 2 goals van Lucas Tanjos. Maar in het tweede bedrijf volgt een ouderwets Haags kwartiertje. Want ADO wil Europa in. De goede paas in ieder geval en de 2-1. Wat goed snel genomen, zegt door Vicento. De supporters support us and give us power in this moment. And we feel this power and we use this power against good teams. Sleept ADO Den Haag nog wat uit het vuur. Torstra en 2-2. Boulikin. Nou, en dat de Ooievaar. Want dat had hij beloofd. Ja, dat doet hij ook. Ja. Hij wordt meteen omhelst door alle spelers. Like this. I make like this and it was very good we score. Second goal. Ja, het seizoen is sowieso... ik denk dat je dingen hebt meegemaakt die je de hele tijd niet hebt meegemaakt. Je ziet voetballers de wereldwedstrijden spelen, weet je. Alsof ze boven de eigen uitspelen. Dus ja, het was fantastisch. Yeah, if you want to remember, you just need to look on this picture and you understand. And you remember who is here. Rond de winterstop zet ADO een geweldige reeks neer. 5 overwinningen op rij. En het elftal van Van den Brom klimt op in het linkerrijtje. En Boulikin,
die blijft gewoon scoren. En vaak op aangeven van Wesley Verhoek. Het is een prachtige semi-Haagse tandem. Verhoek. Voorzet is goed. Bulikin. Het is weer een duo. Een ere hersteld. Verhoek Bulikin. When we start the season, everybody thinking we need to stay in the first league in Eredivisie. But after we look at our games and we think, oh, we can play better. Dimitri Bulikin zal uiteindelijk uitkomen op 21 goals in dat seizoen. Maar ook de rest van de ploeg weet het net te vinden. Bijvoorbeeld František Kubík, de Slovaakse aanvaller die niemand eigenlijk kende. Ja, maar Kubík is in another situation. He was always somewhere, not with the team. He just ran very fast, but now I don't know where is he. Kubík die reed met Lex Immers altijd mee, dus die sprak geen Nederlands. Sprak niks. Sprak geen Engels. Ja, was wel een gekke gozer was het. Ja, Lex haalde hem elke ochtend op. Ja, ik wil wel eens weten hoe die gesprekken in de auto gingen. Je kan het je voorstellen. Tak tak jako prvé keď sadnem do auta, hneď sa priputám, takže susedia už vedia, keď Lex príde, lebo trúby. Lex ging hem wel Nederlands leren. Fizerines, ja. Nou, en dan kwam Kubík 's ochtends binnen en dan zei hij goedemorgen, vuile klootzakken tegen de trainers. Ja, was een aparte gozer. Maar ik moet zeggen, wel elke week op het veld was hij er wel altijd. Was hij er. Kom maar, Kees. We go home. Kom op weg. Ja, dat is een goed stel. Lex Immers en František Kubík. Dat duo speelt ook een hoofdrol in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Kan ADO opnieuw winnen van de Amsterdammers? Tussen Bulikin in en Kubík. Alleen maakt de fout. En dan is het doelpunt. Ja, hou op. Ajax thuis. Ja, een mooie wedstrijd. Waar alles in zat. En de variant via Vertonghen is meteen raak. Een vernietigend schot van Jan Vertonghen. Bulikin is weg voorin en Ooyer erbij gekomen bij Ajax. Dus is dit makkelijker te verdedigen voor de Amsterdammers. Al is opeens daar wellicht de kans voor Immers. En wie schiet die bal erbij? Nee, daar schiet hem erin. Lex Immers krijgt die bal in het doel. 2-1 voor Lex die zijn shirt uittrekt en die zijn ooievaar laat zien. Bal verlengd en die valt erin. Het is 2-2. Kan hem nu wegdraaien. Maar ook niet ongevaarlijk. De Rijk moet het doen. Doet hij het? Ja! Ja, voor mij is dat dan extra mooi, maar om de 3-2 te maken in een wedstrijd waar dat alles op en aan, alles fantastisch, supporters, spel, twee clubs die er vol voor willen gaan. Wij hebben er 31 jaar op moeten wachten om twee keer in het jaar van Ajax te winnen. Dat is we hebben al meer historie geschreven dit jaar. Maar ik denk dat dit wel een van de mooiste is. Nou ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat het voor heel Den Haag heel bijzonder is als je twee keer in één jaar van Ajax wint. Ja, eigenlijk komen woorden tekort om zo'n wedstrijd te beschrijven in de positieve zin. Ik ken wel een supporter die de datum heeft getatoeëerd van alle tweede wedstrijden die we hebben gewonnen. Koos. Dit is gewoon uit en thuis. 2010, 2011. Ja, blijft altijd in mijn hart. Dit is mijn nummer 1. Ik kan nooit vergeten. Als we het doen, dan doen we het goed. Vrij naar John Medley. En zo is het ook in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Ja, wel een kans en een doelpunt. Ja! Yeah. 1-0 Danny Buijs. Maar na die overwinning valt de ploeg ineens wat terug. Nou, op een gegeven moment waren we gewoon wel een soort van zeker van play-offs. Maar aan het eind van het seizoen gingen we volgens mij heel veel wedstrijden verliezen, weet je. Ja, dat seizoen dreigde eigenlijk als een nachtkaars een beetje uit te gaan. De laatste vier wedstrijden van het seizoen gaan verloren. Waardoor de vierde plek, met rechtstreeks Europees voetbal, uit zicht is. Maar er is nog een kans. Wat we wisten is dat we in de play-offs moesten staan. En daar hebben we wel bewust naartoe gewerkt, ook in de trainingen.
om dusdanig voor de dag te komen daar dat we een kans zouden maken om die play-offs te winnen. Amie. En niet de goal, wel de goal. En zo komt ADO snel op voorsprong via Immers. Te kort, dat balletje van Jansen die zelf al vertrekt vooruit. Maar ADO een mogelijk uitstekende gelegenheid geeft om naar 2-0 te gaan. En ADO gaat naar 2-0. Vicento binnendoor, Bulikin bij toeval en het is 3-0. ADO heeft in de play-offs de oude vorm weer terug en wint thuis eenvoudig van Rode JC. Maar er zit een smetje aan die wedstrijd. Als Dimitri Bulikin vlak voor rust van het veld wordt gestuurd. Oh, rood. ADO moet verder met 10. De spits wordt voor 2 wedstrijden geschorst en mist dus de return in Kerkrade. Vicento, nou daar gaan we weer. De snelheid van Verhoek, eerder dit seizoen dodelijk in de uiterstrijd van ADO in Eindhoven tegen PSV. Nu ook. Wesley Verhoek schiet 12 minuten voor tijd ADO naar de finale van de play-offs. Ja, Tuca Groningen, thuis. Zonder Bulikin. Met ik weet nog een geweldige Lewin die op het middenveld speelde. Waanzinnige wedstrijd speelde. Immers in de spits. Radosavljevic. Steekpaasje is goed. Hier de goal. Ja! Daar is de goal van Toornstra. 1-0 voor ADO. Ja, je zegt niet gauw dat je iemand helemaal van de mat afspeelt. Maar ik denk dat wij Groningen thuis gewoon echt van het kastje naar de muur spelen. Immers uit stand geschoten. De rebound voor Toornstra. 2-0 voor ADO Den Haag. Immers frommelt zich er doorheen en scoort. 3-1 voor ADO Den Haag, Lex Immers. Bal niet weg. Nee, zeker niet. Doelpunt. Weer Toornstra. Zijn derde. We waren echt volgens mij in de thuiswedstrijd. Alle kanten liepen we ze voorbij. Verhoek. Slim gestoken die bal. Van Dijk verdedigt in paniek uit. Leeuwin. Hart en Luciano blundert. Zo is het 5-1 voor ADO Den Haag. Ramon Leeuwin scoort. En is door de dolle. Dat kon niet meer mis. Zo zaten wij er eigenlijk als staf ook in. Groningen uit. Ja, het zal wel, maar nou, daar gaan we zo heen. Er was zoveel vertrouwen en zoveel geloof in de groep dat we dit niet meer weg zouden geven. En wij gaan naar Groningen toe. Met een vol uitvak en met een plein met 10.000, 15.000 mensen, wat hier helemaal vol staat met mensen. En hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik een beetje. Ja, dat is nog steeds een emotioneel moment hoor. Tadic. Het lukt ADO goed om hem vooralsnog in bedwang te houden. Nu dan wel een goede voorzet, Matafs. En daar is de goal waar FC Groningen naar op zoek is. Oh, Immers, nou, maak hem maar. Ja, dat doet hij. Lex Immers scoort voor ADO Den Haag. En maakt aan alle Groningen illusies een einde. We komen 1-0 achter, we scoorden gelijk 1-1. Dus we speelden gewoon prima. We dachten van, nou, dit kan nooit meer fout gaan. We hadden een wissel gedaan. Ze gingen met een spits, die Van Dijk, die ging erbij in de spits spelen. Virgil van Dijk. Geplaatst schot en als Coutinho hem niet heeft... Scoort Groningen. Ja, die bal gaat erin, was gewoon een fout van mij, weet je. Zo'n bal die je normaal gewoon pakt en die ging nu gewoon door mijn handen door, ging erin. Voor mij nog een paar minuten later kwam er weer een bal die ik ook verkeerd inschat. En dan staat het ineens 3-1, weet je. Alleen toen ging het heel snel en volgens mij op 80 minuten was het 4-1. Het is eigenlijk een speelfilm dat heel de wedstrijd, terwijl je nog bezig bent, dat je door je hoofd haalt. De corner van Groningen. En daar gaat hij niet. Op de lijn met de hand gestopt en een strafschop voor Groningen. Maar dan krijg je ook nog in de 90e minuut de penalty, een rode kaart. En Tim Matas voor zijn tweede doelpunt van de middag. Maar veel belangrijker voor 5-1. Ja! 5-1 voor Groningen. En wat een ontlading daar. Ja, je moet met 10 man de verlenging in en je voelt de bui al hangen.
En je denkt, we gaan eraf. ADO is al zijn voordeel kwijt. En bij deze stand gaan we verlengen. Het stadion was vrij leeg in het begin van de wedstrijd. Maar gedurende de tweede helft liep het steeds meer vol. Want er kwamen gewoon steeds meer Groningers die kwamen naar het stadion toe. Die hadden zoiets van, hey, daar gaat dadelijk een feestje gevierd worden. En wat toen gebeurd is, en dan heb je even een paar minuutjes. Van, ook al hebben we nu 10, dit gaan we ons nooit meer laten afpakken. Toen hebben we ook echt bij elkaar gestaan en gezegd van, jongens, we mogen dit seizoen, we mogen gewoon niet verneuken. Je hebt het hele jaar met z'n allen gelachen. Je hebt de steun van de mensen hier gekregen in het stadion. En ja, je wil niet dat je hun op het laatste moment en het team en gewoon alle mensen in mineur brengt op het laatste moment. Als we nu gewoon weten te knokken door die verlengingen heen en de penalties, die gaan hoe dan ook winnen. Dus wij hebben gewoon gas gegeven in die laatste 2 keer 15 minuten. Met een man minder. Maar dan zie je dat het toch weer dat extra beetje geeft. En je redt het als team zijnde met 10 man, omdat je dat hele jaar een team bent geweest. Ja, dat hebben ze toen wel absoluut waargemaakt ook. Heel mooi. 120 minuten voetbal zit erop. 5-1 in Den Haag, 5-1 in Groningen. Het is perfect in balans na 120 minuten voetbal. Ik had het gevoel van mezelf toen dat ik de eerste penalty moest nemen, omdat ik het gevoel had dat ik ging scoren. Hij is raak. Ik wilde echt aan mijn medespelers het gevoel geven dat we voor stonden, terwijl dat we eigenlijk achter stonden met 5-1. Andreas Granqvist. En ook hij kiest voor die hoek. En die hoek brengt hem succes. Ik kom al zo lang bij ADO ook. Dat ik klein ben en een eerste divisiewedstrijden gezien. En ik denk, het zal toch niet gebeuren. Dat zijn dingen die door je hoofd heen gaan. Ook hij kiest voor die hoek en ook hij treft zeker. Thomas Enevoldsen, ook die zeer zuiver ingeschoten. 2-2. I was afraid we can lose penalty shoots and season. Radoslavljevic. Season will be not so nice like we thinking. Nu zijn aanloop. Hij glijdt uit en daar zit hij er niet in. Alexander Radoslavljevic mist. Je was die twee momenten van jezelf gewoon wel al vergeten. Nu is het gewoon aan jou om gewoon weer het verschil te kunnen maken natuurlijk in de penalty race. Zo blijft het 2-2. En staat Sparf nu klaar voor Groningen. Om Groningen voor het eerst op voorsprong te zetten, maar ook dat gebeurt niet, want Coutinho pakt hem. De vierde voor Boschaert. Nu vanaf 11 meter Pascal Boschaert. Heel zuiver. Dusan Tadić blijft lang staan en hij gaat er maar te nauwernood in. Het heeft ook denk ik uiteindelijk zo moeten zijn. Wesley Verhoek, geen enkel probleem. Dat jaar was alleen maar succes. Euforie, mooie momenten, mooie afsluiting natuurlijk. Gaat de bal erin, gaan we nog even door. Pakt Coutinho hem, speelt ADO Europees voetbal. Ja, dat is het mooiste moment, denk ik, in mijn voetbalcarrière. De aanloop van Matas. En de lat. En het is gedaan. ADO gaat Europa in. En wint deze strafschoppenserie in de Euroborg. Ja, toen was die ontlading zo groot. Zo bizar en eigenlijk wel heel mooi dat je op zo'n manier Europees voetbal haalt. 5-1 verliezen en met penalties winnen was eigenlijk 10 keer mooier dan dat je dat met 3-0 verliest. Europees voetbal, ja, dat je gewoon huilende mensen om je nek ziet hangen. Van kinderen tot mensen van 70 jaar. Ik denk dat misschien wel het mooiste genot is. Dat de mensen van hebben genoten. Je hebt de stad Den Haag wat kunnen geven. Je hebt iets moois neergezet en dat is geschiedenis. Was in my heart, part of my heart, because it's nice to remember how perfect was that season.